What If Lab is that we make this connection between questions from industry and governments, where we think that design can really be of influence. And then we have this construct of What If Lab, which is a program where we kind of softly bring them into the world of the designers, and designers also softly into these more big corporate organizations, where it is really nice to have the structure to get to know each other. After about 6 months, we hope that these become lasting partnerships, and we can scale back, and the designers and company can keep working together. So that's what we've done, and we do it on sustainable questions, but also very social questions, products questions. There has to be a complexity in it for us to be an extra value. And I think the practical projects of this lab will that we did in the train station will really show where the value is. And also ProRail, which is a huge organization, they said our structure is set up to just work with big companies, but they are already thinking in our way of working and what we want to have, and they know all our rules and regulations. But for the question to become truly fully circular in 2050, we need other ideas. And that's why they were really happy that we could bring these people in that think in a different way and also break a little bit into their organization structure. Volledig circulaire stations in 2050. Dat is waar ProRail, NS Stations en Spoorbouwmeester samen voor staan. We zijn aardig op weg volledig circulair te worden, moet er nog veel ontdekt worden. En daarom zijn we samen met de Dutch Design Foundation gestart met een proeftuin. En hebben ontwerpers uitgenodigd om met hun innovatieve concept voor een volledig circulair station te komen. Uit zo'n 40 inzendingen hebben we uiteindelijk gekozen voor 4 prachtige ontwerpen van Nederlandse studio's. Als je nu naar stations kijkt, dan zie je vooral heel veel beton, en staal en glas. Ze gaan lang mee, maar zijn niet erg milieuvriendelijk en meestal ook niet afkomstig van lokale grondstoffen. Ik heb gezocht naar duurzame lokale alternatieven. Ik heb gekeken in de omgeving van het spoor en daar heb ik bijvoorbeeld leem gevonden, schelpen, lisdorren en riet. En die materialen die heb ik gebruikt om nieuwe materialen te ontwikkelen. Die zijn veel CO2-neutraler en ook veel duurzamer. Bij een station denken mensen vaak aan de fysieke verschijningen ervan. En eigenlijk is dat gek, want een station is een dienstverlening, het in- en uitstappen van de trein. Bij het natuurlijke station worden natuurlijke elementen ingezet om een station te faciliteren. Dus in plaats van geasfalteerde wegen en hekjes, paaltjes, roltrappen die je nu vaak ziet op stations, zetten wij natuurlijke elementen in, halfverharding, verschillende vormen van vegetatie en heel veel groen. En daarmee wordt er een hele aangename reizigersbeleving gecreëerd en tegelijkertijd levert het een positieve bijdrage aan ons milieu. Niet alleen de reis zelf, maar ook de infrastructuur die daarvoor nodig is, draagt bij aan onze ecologische footprint. Nou, wij recyclen deze materialen om de reis van morgen een beetje groener en gezonder te maken. We transformeren betonnen dwarsliggers tot bioreceptieve bouwelementen, waarop mossen en algen groeien die de CO2-uitstoot van onze reis absorberen. Wij zien een wereld voor ons waarin alle grijze objecten langs het spoor groen worden en bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Wij introduceren Expeditie Circulair, een strategie voor de toekomst. En daarmee gaan we op zoek naar de lokale kwaliteit die al bestaat op en rondom de stations. Dat doen we samen met buurtbewoners, gemeenten, ProRail. En tijdens de expeditie gaan we aan de slag om uitdagingen en mogelijke oplossingen voor het stationsgebied in kaart te brengen. Samen gaan we werken aan een circulair bestendige samenleving. Nou, we zijn ontzettend enthousiast over deze 4 ontwerpen en willen er ook echt mee verder. Dus we gaan ze testen op een aantal lopende bouwprojecten om ze uiteindelijk toe te passen in alle nieuwe stations die we gaan bouwen de komende jaren. Zo zetten we samen met de markt grote stappen naar volledig circulair. Dries, what are the challenges within a What If Lab, within this particular What If Lab maybe, you faced? So I think it's the moment
where the organization and the creativity gets into a little bit of friction. But the good thing is what we built into it is that we try to, so this wasn't only done with ProRail, but also with NS from the stations. And also, I think also like Lucas told, you have to have more people together to really make it a future. And Spoorbouwmeester, who controls how stations, for example, look. And so in that way, by bringing them in all the steps, it's already embedded a little bit in the organization. The big step, I think, will be now going to experiments will still be obtainable, but then the step from experiment to really also getting it into the minds and maybe the hearts of the people building on the railway, that will be possible. And that's also, I think, for us as lab and as design sector, a very big question that we're working out now. How can we get our ideas from enthusiasm to true impact?